Laat maar even zien, Tess. Wat heb je gehad? Een kaart. Oh, wat zat erin? Beste Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag. Liefst van Jasmine. Oh. Oké, ik wil het ook lezen. Dat is ook leuk. Sterren, dat is sterren. Kijk eens op sterren. Wil je wat voor een feestje geven? Jasmine. Ah, voor ons... De dames met z'n viertjes. Ik zie twee dikke konten. Nou, valt er best mee. In mijn beeld. En ook twee paarden. Hoi, weet je nog wie ik ben? De moeder van Kim. Ik ben op de manege en achter mij is de springles bezig waar Rebecca in zit. Rebecca weet niet dat ik haar springles aan het filmen ben. Dus we zullen eens even kijken wat ze ervan bakt. Nou, we gaan het beleven. Kijk, daar gaat Rebecca met Verona. En wat een mooie sprong. Ja, twee ponnetjes die kennis maken met de waterbak. En allebei denken, nou, weet je wat? Vandaag even niet. Nou, wel ruiken. En net deed Ster wel één stap erin. Stip die heeft er, nou, ook bijna een stap in gezet. Hallo? Ik ga sterren. Wat ga je doen? Ik ga sterren. Ja, dat snap ik. Wat ga je doen? Even je outfitten. Nee. Dank je. Nou, stap maar op dan. Nou, wij waren onderweg, maar opeens komen we Leanne tegen. Hallo. Yes. Onderweg? Ik heb het erop gehaald. Klinkt het verhaal niet leuk, maar... Sorry, het knipt er maar uit dan. Waar is Tessa gebleven? In Jill de jas! Jongen, jongen, jongen! Zo, dat doe ik zo. En dan gaat het een stuk beter, zo. We hebben niet zo goed nieuws, helaas. Helaas. Nee. Verona die heeft een heftige... Oh, mijn vinger. Heeft een heftige koliekaanval gehad donderdagochtend. Gelukkig was de manege er heel erg snel bij. En is ze overgebracht naar Utrecht. Wij zijn ook naar Utrecht gekomen, want ik stond natuurlijk vast in de file. Want dat gebeurt natuurlijk altijd als iets ernstigs gebeurt. In Utrecht is ze bijna gelijk geopereerd. Dus dat is goed gekomen, gelukkig. Ja. Ja. Ik ben nu in het... ja, ik ben nu bij Verona. In Utrecht. In Utrecht. En ja, ze is geopereerd. Het gaat eigenlijk heel goed met haar, hè? Ja. Ze heeft honger, heel veel honger. Ja, en zo mogen we even een plukje geven. Ja, maar ze krijgt maar één handje. Laat jij handje zien. Zo'n klein handje per keer. Dat is heel weinig. Maar ze heeft heel veel honger. Ja. Nou, dan zie je hem ook bijna. Zo, ja, Stef gaat wel. Zo, wij zijn in de paardenwagen en we zijn net live op Instagram geweest, maar nu zijn we in Utrecht. Ja. En gaan we ons verrootje halen. Een super mooi moment, ons meisje mag mee naar huis. Daar is de veewagen. Tess loopt mee, Kim loopt mee. Dan mag ze lekker de wagen in. Ster is klaar en we zitten nu te wachten totdat ze een beetje opknapt. Want kijk, hallo meis. Oh. Ze is helemaal, ze is natuurlijk een beetje verdoofd, maar omdat het zo'n ongelooflijke coole pony is, duurt het even voordat ze er weer uit is. Ja, zo kan ik haar natuurlijk niet op de trailer zetten. Hi, daar zijn we weer. Niet de makkelijkste video om te maken en ja, zeker niet eenvoudig allemaal, maar goed, hij moet gemaakt worden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve Sterre. Afgelopen zaterdag toen was ze voor de derde keer dat ze weer toch wel heel vervangen was. Weer echt veel meer kreupel liep. Lieve Sterre, rust zacht. Gewoon lopen, dat geeft niks. Nou, als jullie nu eventjes echt volledig in de houding willen gaan staan. Gewoon even netjes. Ja, dat kan ook. Ik bedoelde eigenlijk meer gewoon even, zodat we kunnen beginnen. Jij begint zo, Kim? Oké. Ja, ik vind wat Va doet, begin maar met je handen in je zij. Dat is op zich wel een heel prima idee. Even recht naar me toe kijken. Kim, dan kunnen we beginnen als jij ook meedoet. Even beginnen. Ja? Drie,
2, 1. Nou, ik zit op Binkknappert. Ik ga zo een proef rijden. Dus ik ben benieuwd. Welke proef ga je rijden? F3. B vandaag, hè? Dus dat is weer even anders dan wat je gewend bent, denk ik. Ja. Ja, spannend. En ze heeft een nieuwe riem om. Tada! Met sterretjes. Met sterretjes, als ode aan onze sterren, hè? Yeah. Ja. Nou, loop het maar dan. Kom, Bink. Zo, het is vandaag keurig bezig. Hij wordt zelfs nagepoetst, ons pinkerkind. Dat is lekker. Ja, dan gaat hij zo de wei in. En dan gaat hij liggen. En dat was je poetswerk. Nou, dat is waar. Het is wel lekker voor hem. Hé, hallo schat. Laat het hier lopen. Zullen we maar openmaken, zeker? Ja, er zitten wel hele kleine hoepjes. Komt dat zo ook nog klein is? Tas, hij is voor jou. Ja, dit is leuk rijden hier hoor. En je staat hier, jij gaat natuurlijk nu bijna naar huis toe. Nou, dan kom ik volgend jaar graag nog een keer terug, want dit is wel echt heel fijn rijden. Ja. 3. Zijn jullie klaar voor? Nee, zeker weten. Ja, kom maar. Heel goed. Dan ga ik stappen, jongens. Stappen doen wij. Zo, ze is er klaar voor. Dan gaan ze. Tut 1 en tut 2. We hebben net geleerd dat geel snot waterig is. Heel normaal is. Dat zie je alleen omdat het een witte neus is. Bel is heel druk vandaag. Ja, zeg maar ja, Bel. En kijk dan wat ze in haar haar heeft. Bel is hip. Oké, okay, dus we hebben allemaal lekker gegeten. En zo meteen gaan we afsluiten. Dus we doen allemaal een blauw duimpje omhoog. Heel goed, blauw duimpje omhoog. En tot in de volgende video. Doei! Dan rijdt je Emma aan. Of je Emma niet aan wil rijden. Bel denkt zo, ik ben klaar. En hoe rijdt ze? Ja, wel lekker. Ja. Maar ze heeft er erg zin in. Ja. Dat, ze is er helemaal tranen over van. Ja. Ze is helemaal emotioneel. Ja. Nou, het is dus zo zenuwachtig dat ze ook niet meer voor de camera wil praten. We hebben maar één doel. Proef uitrijden. En ontspannen. Dat is alles. En Tessa? Otto nog? Ja! Nog geen familie van? Nog geen familie van? Van een andere Otto nog? Die stappen speelt en zo. Oh, of niet?